Is hij al gefouilleerd? Dat lijkt me wel, is al die zakken en het is allemaal... Ja, het is een hele bijzondere avond. We zijn hier bij de eerste officiële opening van Dr. Pieper Excentriek Friet. Eerste etablissement in Amsterdam. Er is een behoorlijke uitgebreide gastenlijst. Mensen hebben geschreeuwd om hier naar binnen te komen. Kaartjes verhandeld, de dark web. Eindelijk, het feest is in volle gang. Maar we gaan even aan vragen aan mensen wat ze nou echt belangrijk vinden aan een goed bakje friet. Hey, als ik zeg friet, dan denk ik mayonaise. Ja, dus heb je al geproefd? Ik heb hem geproefd, maar dan niet met de mayonaise, maar met truffel mayonaise. Oh, wauw, hè? Ja, fantastisch. Als ik zeg friet, dan zeg jij? Heerlijk. Ik ben heel erg van de FOMO, de Fear of Missing Out. Dus ik hoop stiekem dat ik van alles een beetje kan proberen. Want ik wil gewoon weten wat ze allemaal hebben. Dus ik denk dat als mensen niet opletten, dat ik even snel ga jatten. Maar ik weet niet wat ik moet verwachten en ik word graag verrast. En ik denk dat ik daarvoor wel bij het juiste adres ben. Wat is het? Ik mag geen patat zeggen, want dan moet ik naar de Febo. Dus het is friet met Indische stoofvlees. Het ziet er wel heel lekker uit. Het ziet er heel lekker uit. Wil je proeven? Ja, ik ga nu live proeven, semi-live. Even, je moet even zijn gezicht filmen, even kijken hoe hij het doet. Deze is echt heel lekker ook.